Hallo mensen en welkom terug bij weer een aflevering van Pokémon Hard Gold. Yay! We gaan deze aflevering waarschijnlijk lekker de gym verslaan. De Goldenrod City Gym Leader Whitney. En dan kom je hier bij de gym en dan is hier zo'n bitch van ja, ik moet een radiokaart hebben hoor. Nou ja, dat heeft Whitney dan gezegd. Dus we moeten nu naar de radiotoren. Dat lijkt me obvious. Dan heb je hier zo'n Team Rocket van, dus dit is de radiotoren. Was die vaker met jou dan tiefde op? Kort gezegd. En dan kom je hier binnen, la 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 la, en dan is dit Whitney, als ik het niet goed... Ja, kijk maar, hallo, oké, ik ben Whitney. Er is een quiz, maar die quiz is zo moeilijk. Echt waar. Ja, we hebben een quiz. Je moet 5 vragen goed beantwoorden, dan krijg je een radiokaart. En dan kan je ook overal naar de radio luisteren. Oh ja, natuurlijk wil ik de quiz proberen. Ik bedoel, waarom de fuck ben ik hier anders? De eerste vraag. Kan je de kaart openen met je Pokémon? Ja, dat kan. Hey. Je hebt het goed. Dat is de tweede vraag. Nidorina is alleen een vrouw. Dat klopt ook, want anders zou het Nidorino zijn. Die is paars. Nidorina is de blauwe. Oké, de derde vraag. Kurt de Pokeball. Nee, hij gebruikt geen apricot, hij gebruikt apricorns. Hey. Is het mogelijk om een TM te gebruiken op een Magikarp? Nee toch? Nee, ik vind het wel. Oh yes, het is onmogelijk. Oké, één vraag. Professor... Wie de fuck is Marie? Nee. Oh nice, dat was goed. Lol. Wie de fuck is Marie? Zie je, ik weet waar ik het over heb. Eigenlijk niet, maar dat hoeft niemand te weten. Oh, we kunnen radio luisteren. Jee, nu is Whitney helemaal geld van... Oh, jij hebt gedaan goed zo... Ja, ik dacht dat het apricots waren, maar het waren dus apricorns. Weet je wat, ik ga gewoon terug naar de gym, want dat boeit me geen ene flikker meer. Ik ga zelf mijn plegen, doei. Wat? Nee, we moeten er eerst slaan. Wij laten haar... Wacht, hoe gaan we dit zeggen? We gaan haar gewoon afmaken, kort gezegd. Gewoon, oh. Dat kan beter. Yo, yeah, ja, dat gebruik ik normale Pokémon. Dit is zo gay. Oh. Dit ziet er gewoon gay uit. Goh. Die chick heeft roze haar, wat voor... Oh, oké, dan niet. Alsnog. Verdomme. Ik zag vandaag ook iemand in een roze broek en een pantalon. Swag. Niet. Swag is slecht voor gezondheid. Swag maakt mensen dood. Dat was wel... Ja, dat doe je best, anders maak je af. Doei. Oh, wauw, wat een hoer. Damn, beauty. Hoer. Hoer, Samantha. Hoer. Is dat echt zo hoer? Ik ga voor de Thunder Wave. We gaan tactisch. Oh, wat is dit? Wat is dit? PD. Oh nee, overal muntjes. Ja, dat is wel leuk. Inderdaad, gewoon muntjes. Van eet mijn muntjes. Voor het eerst dat het geld slecht is. Ja, oké, okay, jouw Paralyze. Dan gaan we voor de Thunder Shock. Boom. Oh, wow, dat deed best wel damage. Oh, hij gebruikt bijt. Niet doen, dat is niet. Oh, oké, gelukkig. Er gebeurt niet heel veel. Yay, donderschok. Rustig. Yes. Geef een special effect. En toen was Meowth dood. En kreeg zo'n Bessel. XP. Oh, nou die Hoor heeft weer een Pokémon. Weet je, we gaan voor Kwakkie. Kwakkie is namelijk niet echt heel erg sterk. Dus we moeten hem even trainen. Ik denk dat we heel veel aan hem gaan hebben deze battle. Maar weet je, hij moet ook iets, toch? Nee joh. Hij wil slam. Gewoon bam. Slam. Bam. Oh wauw, dat deed veel damage. Slam is wel... Oh my fucking god, we gaan gewoon dood hier joh, door een fucking Meowth. Oh nee, gebruik nog een Growl, alsjeblieft niet doen. Nee. Oh wauw, oké, we gaan weer een Mutchelt om het af te maken. Mutchelt is volgens mij een special attack, dus dit geen... Weet je, dus die Growl heeft geen enkel effect, dus ik hoop dat hij nu doodgaat. Nee, misschien bijna ongeveer, nee, ja, nou, ja, yes, ah. Oef. What's I gonna do? Ah, verdomme, hij is geen level. Kijk, oh nee, miauw, het spijt me. Ik faal, ik ben een hoer, sorry, nee. Oké, we gaan verder. Verdomme. Oké, beter. Inderdaad, oh wacht, ik kan gewoon door en dan... Wat nu? Oh nee. Ik denk het. Jawel. Ze zien er echt... Ze hebben zo'n strikje in haar. Ze hebben een jurkje. Deze? Kijk.
Zie je, ze heeft een strikje en een jurkje. Laskeddy. Oh nee, een snubbel. Die is zo schattig. En dan Grumbles. Ik ga je opeten. Een Thunderwave. Dat is jammer. Dat wordt waarschijnlijk gewoon onze tactiek. Gewoon Thunderwave en dan Thundershock. Totdat Sean doodgaat. En dan. Ja, als Sean doodgaat, dan hebben we best wel een probleem. Oh nee, hij is. Wat is hij eng? Oh nee, wat eng. Ik ben bang. Help mij, alsjeblieft. Oh shit. Get your whoopta. En hij kan ook niet bewegen. Oh, dit is fantastisch. Gewoon even een tackletje erin en dan is hij dood. Ver fucking domme zeg. Wat een kut Pokémon. Oh nee, niet likken, alsjeblieft. Dat is verkrachting. Oh my god. Waarom? Kom op, Snubbel. Je wilt het niet eens. Kom op, je wilt dit niet. Geef toe. Ja, dat is al dood. Kut hoor. En natuurlijk begint mijn hond op de achtergrond te blaffen. Ik hoop niet dat jullie het horen, want dat is best wel kut. Ik hoop niet. Hey. Het is al mijn hond. Kijk, hou je van schattig Pokémon? Nou, ik heb sterke en schattige Pokémon. Yeah, right. Oh, een Jigglypuff. Wauw, wat is die sterk, zeg. Oké, hij is wel schattig, maar... Nee. Ik vind Jigglypuff wel een van de beste Pokémon in de anime. Gewoon de tv-serie. Ik gewoon zo schattig, hè. Wat? Oh, shit. Er wordt verkracht. Oké, gelukkig. Hij is paralyzed. Is er zijn? Ja, natuurlijk is het een Jigglypuff. Staan er überhaupt al mannelijke Jigglypuffs? Ja, ik zie het. Dit is het rode tekentje. Zo heb ik ook geleerd wat het mannetjesteken en wat het vrouwtjesteken was. Gewoon omdat de kleurtjes zo waren. Mannelijk was blauw en dan vrouwelijk is het roze. Jigglypuff. Weet je, we gaan laten Sean gewoon even in battle. Want ik wil dat Sean level 20 wordt voor het einde van deze aflevering. Want... Nee, wacht. Nee, kut. Dat is helemaal niet met Sean. Grapje. Vergeet wat ik heb gezegd. Dat is doen ze sowieso. Nee, ik moet even... missen. Ja, we moeten Johnny moeten even trainen en Kwakkie. Maar Kwakkie is een beetje slap, zoals we net al hebben gezien. Hij werd geoond door een... geoond door een Meowth. Dus dat zegt niet veel goed. Maar ja. Sean doet het tot nu toe best wel prima goed. Dus ja. Ja, dat gaat best goed. Jigglypuff even switchen. Dan gaan we naar Johnny. Johnny wil ook iets doen. Weet je wel, Johnny wil ook wat actie op zijn saaie dag. Kom op, Johnny kan dit. Johnny heeft dit gewoon. Eén level hoger zelfs, wauw. Gebruik pack. Dat deed meer damage dan ik had verwacht. Godverdomme, zijn we nou verliefd op die Jigglypuff? Volgens mij wel. Kijk, ik gebruik gewoon Up Warriors hier, zijn verliefd. Ah, verdomme. Ach, Pokémon liefde. Oké, alsjeblieft, doe iets, Johnny. Versla die kuthoer, nice. Uproar. Dat is de enige aanval die Johnny nog kan die veel damage doet. Yay, nu is een uproar. En hij gebruikt weer Defense Curl. Yay. Ja, shut up. Het is een het. Het is een Jigglypuff, ik mag een Jigglypuff niet. Nee, het is dubbel. Ja, oké. Uproar is dood. Gelukkig maar. Johnny of... nee. Jigglypuff is dood. Uproar is dood. Nee. Johnny heeft de... Ja, kijk. Johnny heeft het gedaan hoor. Het is allemaal door Johnny. Oh, nee. Je bent dood. Wat jammer nou. Niemand boeit wat. Wat moeten we nu doen? Moeten we nou... Oh, god. Dan moeten we helemaal omlopen. Yay. En we kunnen nu ook naar de gymleader. Nee. Ik zou sowieso eerst tactisch. Ja, dat is ook tactisch. Ik kom wel gewoon terug als we geheeld zijn en alles. Tot zo. En daar zijn we weer. We zijn weer lekker geheeld. En alles en iedereen leeft weer. Want leven is goed. Jee. En we gaan lekker die kut overslaan. Toch? Hallo. Ik ben Whitney. Jij. Ik zag je bij de radiotoren daarnet. Iedereen wil de Pokémon. Dus ik ook. Pokémon zijn zo schattig. Wil je vechten? Vechten dan. Ik waarschuw je hoor. Ik ben hartstikke goed. Kom dan. Kut door. Doe maar gewoon niet. Ik vond het best goed gaan. Oké. Jee, ik spring, want ik ben een hoer, jee. Ik heb gay. Oh.
Ja, Sean is natuurlijk gewoon een stuk sneller dan die Varian. Dat deed niet veel damage. Wat had hij nu hetzelfde doen? Oh nee. Hij heeft alleen die aanval geleerd. Oké, wat gaat hij doen? Oh, hij gebruikt ook Thunder Shock. Hoe origineel zeg. Maar dat is niet effectief, bitch. Jammer. Nee, dat zou ook gewoon reden. Nee, niet deze keer, maar dat zou wel kut zijn. Oh nee, double slap, maar je mist. Wat jammer nou. Kom op, ga dood, alsjeblieft. Verdomme. Wat een kut Pokémon ben jij, zeg. Ik wijs met mijn vingertje. Oh god, dat is het. Het ziet er heel pijnlijk uit. Nee, niet doen, alsjeblieft. Alsjeblieft niet doen. Nigel, stop. Oh, dat deed best veel damage. Natuurlijk ga je voor de Super Potion. Ik bedoel, origineel. Blijkbaar. Oké, kom op, Sean. Je kunt dit. Nee, niet weer met je vingertje gaan wijzen. Dat is niet goed. Dan gaan die... Oh, hij gebruikt Screech. Noob. Wie gebruikt er nou weer Screech? Niemand gebruikt die aanval. Noob, joh. Screech. Oh, nee, niet doen, niet doen. Niet doen. Yes. Yes, fuck jou. Fuck jou. Waarom heet die aanval dubbel slap? Het zou quadruple slap moeten heten. Aangezien je twee keer slaat per keer en hij raakt twee keer dus. Dat twee keer twee is vier. Dat is maar mijn wiskundige uitkomst. Twee keer twee is vier. En dag, Clefairy. Clefairy plus Thundershock is dode Clefairy. Yes, level 18. Nice. Miltank. Oh, dit is echt de kutste Pokémon die er bestaat. In heel de geschiedenis van Pokémon is het... Maar het is over het algemeen bekend dat dit de kutste Pokémon is. Wat heb ik er maar één? Nog maar eentje, maar ik ga niet verliezen hoor. Je hebt twee Pokémon. Vind je het gek dat je nog maar eentje over hebt? We gaan even Super Potion gebruiken op Sean. Want ik wil niet dat Sean sterft. Aangezien Sean is maar best wel niet onze ace Pokémon, maar onze best Pokémon, maar is wel een chille Pokémon. Oh nee, stomp. Wat stom van je. Oh my fucking god. Oh mijn god. Worden verkracht. Phew. Oké, dat is wel paralyzed, maar we gaan wel. Oh nee, toch. Fuck jou. Kutkoe. Hans. Finish him. Him. Oh my fucking god. Dief lekker om met je fucking liefde. Niemand wil liefde. Liefde maakt iedereen dood. Oh wow, dit gaat echt wat worden zeg. Oh wow, we gaan echt verliezen. Oké, dit gaat waarschijnlijk niet lukken. Feeling hot, hot, hot. En we gaan dood, 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 dood. Feeling hot, hot, hot. We gaan dood, 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 dood. Oh kijk, Hans is wel, zwaar niet, Hans vecht wel nog steeds. Arme ik. Nee, niks arme jij. Fuck jou met je kut Miltank die onze hand heeft doodgemaakt. Nee, niet Hans. Waarom Hans? Nee, Hans. Nee, net wil doen. Oké. Nee, oké, we gaan dood. We hebben verloren. Oké, kom op. Overleef dit, kakje. Je kunt dit. Nee, je bent... Oh. Ah, verdomme. Oh mijn god, wat een kut Pokémon. Oh my fucking god. Fuck jou, Miltank. Miltank, als je deze video kijkt... Fuck jou. Nou, nu hebben we alleen maar Johnny. Wacht. Revief. Hansje. Jee, Hans, het leeft nog. Je met je kut aanval en dag Johnny, of niet? Yes. Fuck jou. Fuck jou. Kut. Nukje. Eigenlijk niet. Nu heb je geen berry meer, hè? Nee, nu heb je geen besjes. Kut. Je bent best wel dat was tactisch. Nee, Nigel, blijf. Wat ga je doen? Oh my god. Nigel. En toen was Nigel weg. Oké, dat was niet heel tactisch. Oké, ik moet toegeven dat was niet het slimste dat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Je krijgt een confused.
buiten sliep. Dat bedoel ik. Ja, nu heb ik niks meer. Fuck. Nu wat gebeurt er? Dan zeg ik toch van... Yay! Oh. Ah. Ah. Nee, kut! Er ging ook mijn beurt. Fuck. Nee, oké, we hadden toch niet kunnen winnen, dus... Verdomme zeg, dan moet ik ook mijn geld betalen. Nee. Dit was ons eerste verlies. We moeten echt even ons Pokémon gaan trainen, joh. Nu is het echt een boer. Ja, kut. Het stilt gewoon geld. Kut, Milton, kut poep, kut hoer, kut alles, kut poep! Vooral. Ook heb ik al kut poep gezegd. Nou ja, ik denk dat hier gewoon aflevering gaan beëindigen. Volgende keer riem... Oh, wacht, nee, ik wil nog één ding doen. Dat wilde ik eigenlijk aan het begin van de aflevering doen, maar toen hadden we geen tijd. Nee, eigenlijk niet, maar het schiet me nu opeens te binnen dat je hier nog iets kan doen. Kijk, je gaat hier in dit soort van... Dus de achterbuurt ga je in. En dan zie je zo'n guy met een fiets. Met een fietswinkel. En dat is niet echt takkie. Als je hier is maar een... Ja, ik heb hier een winkel geopend. Maar ik kan mijn fiets niet verkopen. Waarom zou dat zijn? Je hebt je fietsenwinkel in een achterbuurt geplaatst. Wat denk je? Ja, natuurlijk wil ik wel een fiets van jou, hoor. Oh ja, hoor. Ik geef deze oude man wel even mijn telefoonnummer. En toen hadden we een fiets. Hé. Hey. Tactisch. Kijk, nu hebben we wel een fiets. Ik bedoel... Het is iets. Ja, voor de volgende aflevering gaan we waarschijnlijk gewoon eventjes heel erg veel trainen. En hopelijk dat iedereen dan rond level 20 is. Want dat vind ik wel een mooie level om die kutte Miltank te verslaan. En dan komen we wel gewoon weer terug. En dan gaan we die Whitney de grond in boren. Mwahaha. Ja, goed. Tot de volgende aflevering dan. Dus doei!